Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over 3D-printen. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik weer een video ging maken. Het heeft met een paar dingen te maken. Heel veel dingen die in het gewone leven gebeuren. Zo ga ik deze week mijn baan kwijtraken. Ik heb in het ziekenhuis gelegen. De lockdown, noem het maar op. Maar de andere reden waarom ik nog geen video gemaakt heb in die tussentijd is eigenlijk omdat we... Eigenlijk heb ik altijd gezegd van ik maak video's op het moment dat er iets is om een video over te maken. En dat klopt dus ook. Ik maak eigenlijk geen video voor de video. Ik maak een video voor datgene wat er gebeurt. En op dit moment, en ik zal dat zo ook laten zien, ligt mijn printer uit elkaar. Wat is er aan de hand? Gisteren was ik aan het printen. Eerst een hele grote print van ongeveer 10 uur. Even erbij pakken. Dat ging goed. Hier hebben we het object. Mensen die een beetje in die wereld kenbaar zijn, die weten wat dit gaat worden. Maar goed, het maakt nu even niet zoveel uit. Die print ging prima. Niks aan de hand. Prima in orde. Ik print overigens met een voor mij nieuw materiaal. Namelijk Real. Dat is een Nederlands merk printmateriaal. Die hebben ook een beetje sparkle kleuren tegenwoordig. En dat betekent dat er iets van lichte glitter in zit en dat soort dingen meer. En vervolgens, ik ging een tweede print doen. Dat was een wat kleinere print, die bij hetzelfde object behoort. Na een uurtje printen besloten wij om een eindje te gaan wandelen. Het was 's avonds, het weer was redelijk, dus wij zijn gaan wandelen. En ik kwam thuis en ik zag op de webcam beneden dat er wat PLA-debris op het printbed lag. En dat is altijd een slecht teken. Dus ik ben naar boven gegaan, heb de print stopgezet, want wat er aan de hand was, was dat hij inmiddels in de lucht aan het printen was en je hoorde een klikkend geluid. Prusa-gebruikers, zeker de mensen die ook op een Facebook-forum aanwezig zijn, die zullen weten dat een klikkend geluid, dat komt heel veel voor. En dat zal misschien ook niet alleen bij Prusa zijn, ja. Nou kan je op dit moment zeggen dat wat een klikkend geluid is, en dan moet je eventjes die printkop bij elkaar denken, tenminste althans van een Prusa. Daar zit een E3D printkop op. Daarboven zit een aantal geprinte onderdelen en zitten twee tandwielen. En door die twee tandwielen wordt dat filament naar beneden gedrukt, zeg maar. Nou, je kunt je voorstellen als daaronder een verstopping ontstaat, tot dan dat filament wel naar beneden gedrukt wordt, maar die... Ja, hij gaat niet echt naar beneden, zodat die tandwielen blijven doordraaien. En iedere keer als hij één slag verder draait, zegt hij klik. Klik, klik, klik. Nou, oké. Voor iemand die dus een Prusa heeft, die last krijgt van klikkend geluid. Je zult helaas je printkop moeten deassemblen. Want er zit ergens een verstopping. En dat kan in feite op een paar plaatsen zijn, eigenlijk hoofdzakelijk drie. Want direct onder dat tandwiel gebeuren zit een PTFE-tube. Daar direct onder zit een heatbreak. Dat is een metalen buisje met daarin ook een PTFE-lining. En die zit, als alles goed is gemonteerd, tegen de nozzle aan. Weliswaar zit daar nog een heatblok omheen, maar die heatblok is puur voor het verwarmen. Daar gaat het filament echt niet doorheen, zeg maar. Nou, had ik in het verleden met die Prusa al problemen gehad en ik weet niet of ik daar ooit een keer een video over gemaakt heb, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar in het begin had ik heel veel last van die klikkende geluiden. En toen had ik eigenlijk twee dingen ontdekt die opgelost moesten worden. En die heb ik ook opgelost. Het eerste is dat zeg maar de heatbreak die erop zit, dus dat buisje, dat metalen buisje met die PTFE-tube er doorheen, die is qua diameter wat aangepast, omdat die moet gaan werken in principe ook met de MMU van Prusa. De MMU, de Multimaterial Upgrade. Oftewel dat je meer kleuren kunt gaan printen met verschillende materialen tegelijk, zeg maar. Daardoor is de diameter van die buisjes wat minder geworden. Dat was één ding. Dus ik dacht van nou, dat ga ik toch niet doen. Dus ik heb een nieuwe heatbreak besteld in Zwitserland bij Swiss... Nog eens, ik zou het op moeten zoeken. Als ik eraan denk, zal ik het nog onder de video plaatsen. Die heatbreak had in elk geval de diameter die zeg maar, die E3D-printkop moet hebben. Zeg maar.
Dus dat is het eerste wat ik vervangen heb, omdat ik daarmee een heel klein beetje meer diameter kreeg op die. En daar praten we echt over misschien een tiende procent, hè? Of een tiende millimeter. Tiende procent, hoe kom ik daarbij? Tiende millimeter. Ja. Tweede was een veel groter probleem. En daar wil ik alle, zeker MK3-eigenaren, toch wel een beetje voor waarschuwen. Een van de dingen die ik opmerkte toen ik in het begin steeds die klikgeluiden had, en dan kon ik het filament er ook niet echt goed uitkrijgen, moest ik dus mijn hele printkop deassemblen. En iedere keer wat ik constateerde was dat aan de onderzijde van dat filament wat ik er dan uitgetrokken had, dat daar ja, een soort van blob zat, een verbreding zeg maar. Een verbreding die zo breed was dat die niet door die PTFE-tube kon komen, dus waardoor zeg maar ook het eruit halen van dat filament niet mogelijk was, omdat die simpelweg geklemd hebben. Eigenlijk zou dat dus niet mogelijk moeten zijn, want die PTFE-tube die moet aansluiten op die heatbreak. Bovenaan die PTFE-tube waar die in zit, daar zit een soort van kraag. En als die kraag naar beneden gedrukt wordt, er zit dus een vering in, als je die kraag naar beneden drukt, dan komt dus die PTFE-tube los. Nou, wat er dus aan de hand was, was dit. Was dat zeg maar die kraag. Die werd op de een of andere manier naar beneden gedrukt. Doordat die licht naar beneden kon drukken, zat die PTV-tube, die zat er eigenlijk los bovenop die heatbreak. Die zat er dus niet vast op, maar die zat er eigenlijk los op. Waardoor zeg maar iedere keer als er weer problemen gingen ontstaan, zeg maar als het ware die PTV-tube omhoog getrokken werd, waardoor er ruimte kwam tussen de PTV-tube en de heatbreak, waardoor die blob onderaan dat filament ging ontstaan. Bij een beetje onderzoek, met name op de website van E3D, want dat is de maker van de printkop, blijkt dat ze daar simpelweg kraagjes voor hebben. Kleine blauwe ringetjes met een opening aan één kant, die je tussen die kraag kunt drukken en het gedeelte wat daaronder zit, zodat zeg maar in principe die bovenste kraag niet naar beneden kan drukken. Waardoor die PTFE-tube niet loskomt van die heatbreak. Nou, dat probleem opgelost toentertijd. Nu dus weer klikkend geluid gisteravond. En ik dacht van, oh jee, daar gaan we weer. Ja. Nou, wat ga je op dat moment doen? En dat is waarom de printer uit elkaar ligt. Je gaat de kop gedeeltelijk dismantelen. Je gaat niet alles gelijk losschroeven. Laten we dat even gelijk stellen. Dus ik zal straks aan het eind zal ik laten zien hoe het weer in elkaar geschroefd wordt. Want hij is nu los, dus losschroeven dat kan ik je niet laten zien. Maar het in elkaar schroeven is in principe hetzelfde als losschroeven, zeg maar. Ik heb hem zo ver losgemaakt dat ik erbij kan. En dan heb ik vervolgens heb ik de nozzel eruit gehaald. Even een kleine tip bij de nozzel. Een paar dingen. Het eerste is dat je bij het loshalen van de nozzel, en ik zal het zo meteen proberen te laten zien. Dat is best lastig, ook gezien het licht hier. Er zit dus een heatblok. In het heatblok zit de nozzel geschroefd. En aan de bovenzijde van de heatblok zit dan die heatbreak erin, zeg maar. En die nozzel en die heatbreak die moeten in feite tegen elkaar aangeschroefd zijn. Maar in dat heatblok zitten twee hele gevoelige apparaatjes. En die kun je erg snel kapot maken. Ik heb ze nu gelukkig niet kapot gemaakt. Dat is me één keer gebeurd en daarna niet meer. Het eerste is het verwarmingselement. Dat is een heel klein buisje. Echt een heel klein buisje. Dat heeft echt nou de dikte van zeg maar, de kop hier van die schroevendraaier. Zeg maar. Nou, misschien nog wel dunner. Misschien zelfs nog wel dunner. Ja. Die zit erin en vastgeschroefd met een schroef aan de onderkant van dat blok. Maar die komt met een heel dun draadje, komt er aan de zijkant uit. Je kunt je voorstellen, als je het draadje kapot maakt, ga jij jouw printer nooit meer verwarmen. Tenminste, nooit meer. Je moet die heatblok of dat heat-element gaan vervangen, dat verwarmingselement. En het tweede, en dat is een nog dunner draadje, en ook nog een dunner ijzeren staafje, dat is namelijk de thermistor. De thermistor, de Prusa heeft, tenminste bij zijn MK3 heeft hij twee thermistors. De een is een bedthermistor, die meet de temperatuur van het bed. De ander meet de temperatuur van de nozzel. En dat ding dat is belangrijk in die zin, tot zeg maar op het moment dat jouw printer de temperatuur bereikt die jij wilt, geeft dat ding een seintje af aan het moederbord van hey ho, ik ben er. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat als dat ding het niet doet, en dat is dan een hele bekende melding die Prusa-gebruikers krijgen, dat is de min-temp-error. Ja. En dat is één van de twee, dat is dan oftewel de nozzel-thermistor, oftewel de thermistor van het heatbed. En dat snoertje wat daaruit komt is nog dunner en ook die zit zeg maar met een staafje in
dat heatblok geschoven. Dus je moet, als je dat gaat loshalen, als je dus die nozzel eruit gaat halen, moet je wel oppassen dat je dus dat soort dingen niet beschadigt. En zeker als je nog niet bekend bent, ga je dat ding beschadigen. En waarom ga je dat ding beschadigen? Omdat je mogelijkerwijs je niet gerealiseerd hebt dat je om die nozzel te verwijderen eigenlijk eerst je printkop moet verwarmen. Dus wat je doet, je verwarmt je printkop naar zeg 200 graden. Voor mij was gisteren 160 graden genoeg trouwens. Je houdt met een tangetje dat heatblok vast. Dat gaan we vanavond zien, of straks zien als ik hem weer ga monteren. En dan ga je met een zeventje, een steeksleuteltje 7, want dat is het, ga je die nozzel losmaken. En zodra die dan losdraait, dan zet je de printer uit, laat hem afkoelen en dan kun je hem met de hand gewoon losdraaien. Dat is verder geen thema. Wat ik toen gedaan heb, dus ik had de nozzel eruit. Al het andere zat er gewoon nog op. Dus ook het verwarmingselement en alles en nog wat. En toen heb ik het gewoon simpelweg getest. Want ik denk, nou moet ik het ook weten. Ik kon natuurlijk zien dat die nozzel verstopt was. Dat kon ik zien. Alleen de vraag is of het dan daarboven ook nog verstopt is, ja of nee. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een oud stukje filament genomen. Ik heb simpelweg voorverhit tot zeg maar PLA-temperatuur. En ik heb een nieuw filament ingevoerd. En dat kwam er gewoon keurig netjes aan de onderkant uit. Alleen natuurlijk niet via de nozzel, maar via het gat vanuit de heatbreak. En dat zegt dus dat zeg maar daarboven niets verstopt is. Betekent dus dat het enige wat verstopt is, is de nozzel. Kunt je afvragen naar de oorzaak, is ook een belangrijke. Dat zou dus dat nieuwe filament kunnen zijn. Ik vind het ook geen extreem mooi filament, dus ik heb sowieso voor mezelf al besloten: als het op is, dan is het op en is het weg. Het zou dus dat filament kunnen zijn. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik gisteren die hele grote print die je net gezien hebt, die heeft 10 uur geduurd, die heeft die keurig gedraaid. Dus in principe zou het ook geen probleem moeten zijn. Nou, de kunst nu is dat ik dus nu zeg maar die nozzel moet gaan cleanen. En dat ga ik beneden doen. In onze serre. Ik ga proberen dat te filmen. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Want ik kan heel moeilijk. Ik kan eigenlijk niet dat gaatje laten zien. Maar ik kan je wel laten zien hoe ik het doe. Want ik heb dat in het verleden vaker moeten doen. Of het in dit geval makkelijk zal zijn, is even de tweede. Daar ga ik naar kijken. En als ik dat gedaan heb, dan komen we hier weer terug. En dan ga ik je laten zien hoe ik de printer weer in elkaar bouw. En dan zal ik ook even wijzen op die thermistor en op dat verwarmingselement. Nou. 12 minuten kletsen, intro. Nu komen de echte dingen. Zo, hier zijn we dan. Wat we gaan doen, we gaan dus met de heat gun gaan we de nozzel verhitten. Ja, dit ga ik nooit kunnen laten zien of die open is of niet open is op de camera. Maar je moet me gaan geloven, hij zit op dit moment nog vol met filament. Gaan verhitten. Dan gaan we dat filament eruit halen. Wat ik daar onder andere voor ga gebruiken, ik weet niet of je het kan zien, maar is dit hele dunne naaldje. Ik heb ze besteld bij 123 3D. Ik dacht dat ze 0,25 mm dik zijn en de nozzel is 0,4 mm. Dus hiermee kan je door het gat van de nozzel. Ik heb er nog meer, maar deze heb ik al vaker gebruikt en zolang als ze goed zijn, zijn ze goed. Daarnaast wat we nodig hebben is een stukje filament. Want we gaan het filament eruit halen en dat is het makkelijkste doen met filament. Een tangetje natuurlijk om de nozzel vast te houden is heel belangrijk, want anders verbrand je echt je vingers, want je hebt nu geen controle over welke warmte dit gaat hebben. En ik gebruik een ijzeren bakje, simpelweg zodat als ik die nozzel neer moet leggen, dat ik dat hierin kan doen. Nou, ik ga gewoon beginnen. Je krijgt waarschijnlijk geen commentaar tijdens dat gebeuren dat ik het aan het doen ben. Ik zal een beetje hier deze kant op gaan zitten. Dat is ook makkelijker voor het snoer. Het eerste wat we gaan doen. Ik ga zorgen dat ik een goede grip heb op die nozzel met het tangetje. Dat is een hele belangrijke natuurlijk. Daar begint het namelijk mee. Zo. Dan gaan we het warmtekanon aanzetten. En dat gaan we op die nozzel houden. Hij heeft twee standen. Maar ik gebruik voorlopig eerst maar eens even stand nummer 1. Dan gaan we dat goed verwarmen. En dat is die nu al aan het doen. Dan gaan we eens even kijken of we
Kijk, het eerste stuk is er al uit. Het is nog niet alles hoor, dus ik leg hem even terug. Plastic eraf, dat is het eerste stukje. Even kijken. Hij is nog niet open, maar dat was ook niet te verwachten. Dus we gaan weer opnieuw verwarmen. Oppassen dat ik mijn vingers niet brand. Want zo'n lichtkanon wordt aardig heet. Nu pak ik het filament erbij. Kijken of dat al er doorheen gedrukt kan worden. Nog niet, hè? Dus het is al wel, je ziet duidelijk dat het filament heet wordt. Maar het is nog niet wat het moet zijn. Dus even weer terug erin, een stukje filament eraf. Naald hier zo. Oh. Waarom die nou heet geworden is waarschijnlijk omdat die naast het kanon lag. Dus die gaan we even aan deze kant leggen. Want we moeten nog verder. En we zijn nog niet schoon. Al wel een stuk, maar nog niet helemaal. We gaan nu de andere kant weer verhitten. Even kijken of we met dat dunne staafje nu echt door de nozzel zelf heen kunnen. En dat is voor mij een hele slechte, want ik heb hele slechte ogen. Toch maar even van de andere kant dan. Zo, nu kan ik de staaf er doorheen drukken. Dat is in ieder geval alvast wat. Oké, gaan we nog één keer doen. Dus we gaan gewoon door. Het kan best zijn dat hij nu al ver genoeg vrij is hoor, dat wil ik vanaf lezen. Maar ik gok dat liever niet. Maar er komt eigenlijk bijna niets meer uit nu. En ik kan hem er ook doorheen steken, dus dat is op zich een goed teken. En ik zie nu ook daadwerkelijk weer licht door de nozzel. En dat betekent dat we hem schoon hebben. Ik ga even de boel opruimen. We gaan straks zien hoe het weer in elkaar kunnen zetten. Ik laat eerst even de nozzel afkoelen, want dat is wel even belangrijk natuurlijk, voordat we hem weer gaan monteren. Tot zometeen. Nu, het licht is niet optimaal, maar ik zal proberen aan te duiden wat ik straks vertelde over die heat cartridge en de thermistor. En dat is nog niet zo eenvoudig om dat te doen. Proberen je dichterbij te brengen. We zien hieronder, daar zo, waar mijn goed, om dat in beeld te brengen, dat is lastig. Hier. Hier zien we wat draadjes lopen.
En dat zijn dus die heat cartridge en die thermistor waar je dus op moet letten. Ga je weer terugzetten, het is niet goed te zien, ik weet het. Geen zorg, dat is duidelijk. Ik kan het ook niet beter in beeld brengen. Laten we dat even duidelijk zeggen. Het is zo klein en de belichting hier is erg slecht. Wat ik ga doen nu. Ik ga de zaken weer in elkaar zetten. Want de nozzel is schoon. Daartoe begin ik met eerst maar eens de nozzel er lichtjes in te draaien. Even kijken wat het gaatje zit. Die zit hier. Even kijken, daar zo. Oké, ik heb hem nu een stukje ingedraaid. Ik heb hem ook verwarmd nu. En nu is het dus zaak om hem vast te draaien, die nozzel. Nogmaals, wat heel belangrijk is, is dus die verwarming. En dat je even in de gaten houdt dat je die draadjes niet niet kapot maakt. Die kabeltjes van, van dat verwarmingselement. En van de thermistor. Ik had hem nog wel iets verder handvast kunnen draaien. Maar goed, dat ben ik, helaas heb ik dat niet gedaan. En dat zorgt er dan voor dat ik een beetje werk heb om hem goed vast te draaien nu. Deze kant gaat beter. Zo. Die is vastgezet. Oké. Die zit vast, dan kan ik de printer weer uitzetten, zodat die langzaam gaat afkoelen. Want dat is ook een belangrijke natuurlijk, want daar gaan we nu heel even op wachten dat die afgekoeld is. Ik ben zo bij je terug. Zo, ik heb de printer even weer aangezet. Namelijk, als je de printer weer aanzet, krijg je de nozzeltemperatuur te zien. En die is op dit moment 122 graden, dus ik kan in de gaten houden in hoeverre die nozzeltemperatuur zo is dat ik hem weer met de hand kan aanpakken. Waar ik even op moet letten is dat ik hier niet aan deze probe hier kom. Je ziet hem een beetje moeilijk. Ik zal even de camera draaien. Dit namelijk hier is de Pinda probe. Ja. Dat is degene die zeg maar bepaalt hoe ver de nozzel naar beneden moet. Dus als je die zou aanpassen, als je die zou verplaatsen per ongeluk, dan moet je je hele calibratie opnieuw doorlopen en zorgen dat je printer weer goed gecalibreerd wordt. Dus het is van belang dat je die Pinda probe als kan, als niet kan, kan niet, maar als kan dat je die laat zitten waar die zit. Zodat je niet opnieuw je hele calibratieproces hoeft te doorlopen. Dat is een belangrijk gegeven. Ik wacht eens tot die afkoelt. Wat ik ook even doe zometeen. Dit blok, als je zeg maar die heatbreak vervangt die hieronder zit, als je hier in die buis zit, dan moet dit blok moet uiteindelijk aansluiten op die heatbreak ook. Want dat zorgt ervoor dat straks zeg maar die nozzel ook tegen die heatbreak aanzet. Dus wat we ook nog even gaan kijken is of dat voldoende aangedraaid is. Zodat die zeg maar ook strak tegen het ding aan zit. Hij moet niet te hard zitten, niet te strak zitten, maar handvast. Heel eind heen. En dat ga ik zo nog even proberen. Inmiddels is hij aan het afkoelen. We zijn op 97 graden aangeland. Lijkt me nog geen temperatuur om met de handen aan te pakken. Dus ik moet heel even wachten dat hij verder naar beneden gaat. Wat ik daarna moet gaan doen natuurlijk is ga ik iets heel bijzonders doen. Ik ga, je ziet bij mij zeg maar dat die... dat heatblok, zeg maar, dat zilveren blok hieronder, deze hier, dat die behoorlijk schoon is. En als je op het internet kijkt en je ziet wel eens fotootjes van de heatblocks van mensen, dan vraag je je af hoe die printer überhaupt nog een beetje redelijk materiaal neer kan zetten. Nou, hoe komt dat? Een van de dingen die ik ook bij diezelfde E3D heb aangeschaft, dat is zeg maar de leverancier van dat hele printgebeuren hier, die hebben namelijk ook hele mooie sockets. Een soort van siliconen sockets, maar die siliconen kunnen warmte aan. Behoorlijke warmte aan. En die siliconen sockets, die heb ik er een aantal van, 2 of 3. Ik heb er hier eentje in ieder geval in mijn hand. Ik zal hem laten zien. En die ga ik daar overheen plaatsen. Die heeft er ook altijd overheen gezeten. Simpelweg omdat dat zeg maar dat blok schoon houdt. Niet dat dat noodzakelijk is. Het zal de kwaliteit van je prints niet beïnvloeden. Maar op een gegeven moment heb je het idee van dit komt nooit meer goed.
door de rotzooi die daarop zit. En sterker nog, zelfs als ik nu met dat siliconen dingetje bezig ben, dan moet ik zelfs nog een beetje aan vuiligheid verwijderen van, zeg maar, van al die prints die hij allemaal gemaakt heeft. En, dus vandaar, dat is toch ook wel een belangrijk stukje om even te doen. En dan ga ik dat er zo meteen op plaatsen. En dat gaat dan werken met, even kijken, onze moet aan de voorkant. Ja, hij gaat er zo op komen te zitten. En dat doe ik dus voordat ik de rest, zeg maar, monteer weer. He, bijvoorbeeld de ventilators, twee stuks. En de onderdelen om het allemaal vast te houden, dat moet allemaal nog gemonteerd worden. Maar eerst gaat dus dat heatblok er zometeen op. Dat is het eerste wat ik ga doen. Nou, inmiddels kan ik dat heat dingetje wel weer vasthouden. Dat is verder niet zo'n probleem. Dan ga ik even kijken of ik die nog moet draaien. Nee, hij zit vast. Oké, dat is goed. Dan kan ik nu beginnen met dit te gaan plaatsen. Dat is ook nog wel een aardig kluifje. Want je wilt dat dat goed zit natuurlijk. Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Deze moet namelijk hier tussendoor. Die zit er nu tussendoor, dat is goed. Die zit goed. Gelukkig komt hij er ook af op deze manier, dus dat is eigenlijk ook wel prettig. Dan weten we ook zeker dat het goed is. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, hij moet er zo op kunnen. Dat moet mogelijk zijn zo. Oké. En dat gaat overigens ook redelijk in plaats gehouden worden door het schroefmateriaal en dergelijke. Het zit namelijk niet helemaal goed. Maar ik laat het zoals het is. Want anders heb ik kans dat ik die dunne kabels van die thermistor, zeg maar, verknal. Nou, dan krijgen we de montage opnieuw. En dat begint eigenlijk met dit blok hier wat ik hier heb. Hier komen straks ook hier komt straks de ventilator op te zetten. Nou, dit is wel even een kleine tricky one. Even kijken. Ja, zo gaat hij goed. Ja, dan pakken we de inbussleutel erbij. Of het inbussleuteltje erbij. Allen key, zoals ze in Engeland zeggen. En kan ik hem weer vastdraaien. Eerst de linkerkant, want daar zitten die kabeltjes. Dus dat is de meest gevaarlijke. Die zit vast. Dan de rechterzijde. Oké. Die zit ook. Dan pakken we die frontventilator. Dat is deze hier. Deze is niet helemaal meer in orde. Als het gaat om de gaatjes en zo waarmee die vast wordt gemaakt. En de bouten heb ik hier. Moeren, bouten, hoe heet die dingen? Het is altijd even een discussie hoe zo'n ding nou heet. Zo. Die zet ik even een beetje vast, zodat hij een beetje erin zit. Dan weet ik dat ik het gaatje heb, dat is het belangrijkste. En dan pak ik die andere. En die is niet helemaal goed meer, die andere. Maar ik heb een reserve ventilator liggen, maar zolang als deze werkt, zie ik eigenlijk geen noodzaak om hem te vervangen. En dat doe ik dan ook niet. Dus deze er maar even indraaien. En die mag ik dus niet strak draaien, want anders draai ik me kapot. Andere gaan we wel vast draaien. Althans, een beetje vast. Oké, okay. Zit.
Is niet de beste, dat zeg ik gelijk. Dan krijgen we deze ventilator hier. Daar moet ik altijd even kijken naar hoe die nou gemonteerd wordt. Volgens mij zo. Ja, dit is nogal goed weggewerkt. Ook daar heb ik de boutjes voor, die heb ik hier. Ik ga hem weer even naar rechts drukken. Misschien moet ik de camera ook even draaien. Dit mag je nooit te hard doen. Want daar zit ook iets van stroom op. En dan zie je gewoon als het ware de lampjes gaan flikkeren. En dat is natuurlijk niet goed voor zo'n printer. Ik neem aan dat dat ook wel duidelijk is. Nou, even een stukje erin draaien. Dan pakken we die andere drie. En dan zijn we bijna klaar. Want het laatste wat we moeten doen is is een onderdeeltje aan de onderzijde monteren, waardoor zeg maar de lucht van deze ventilator naar de printer, naar de nozzle geleid wordt. Zo. Die verder vastzetten. Mijn ogen zijn niet meer wat het geweest is. Oké, dit hoeft allemaal niet ramvast gedraaid te worden. Dit is redelijk breekbaar plastic allemaal, die ventilatortjes. Vandaar dat die voorste ook niet meer zo geweldig is. Ooit een keer iets te veel kracht op gezet en dan draai je het in feite kapot. Dus handvast is voldoende. Bovendien kan je altijd nog eens een keer, als je weer zo'n controle van je printer doet, dat soort boutjes even weer aandraaien. Mocht het los getrild zijn. Kans is klein hoor, maar. Kijk, deze die kan al niet eens meer echt vast. Maar goed, dat is ook niet zo erg. En dan krijgen we tot slot, ik zal hem weer iets naar het midden zetten, die laatste grote vriend. Dat is deze hier. Ja. Die moet ook vastgezet worden. Logisch. Maar deze gaat die lucht hier vandaan reguleren richting de nozzel, zodat de nozzel af, zeg maar het geprinte afgekoeld wordt terwijl je het print als het ware. En dat is om warping en zo te voorkomen. En warping is dat de randen van je print loskomen van het bed. Oké, dit zou het moeten zijn. Ik ga testen. En nou, we gaan straks nog even zien of dat gelukt is, ja of nee. Oké, tot zometeen. Dag. Dan gaan we nog een keer opnieuw. Zijn 49 punts kalibratietest. Dat is om de hoogte goed af te meten. Die gaat over enige seconden beginnen. Even kijken hoe dat loopt. De eerste keer stond de nozzel op de verkeerde plek, omdat hij niet gehomed was. Nu wel. Daar waar hij even omhoog komt, kan hij het even niet vinden. Heeft een beetje te maken ook met de magneten die hieronder zitten, die heel af en toe loskomen. En zodra als dit gebeurd is, gaat hij doorverwarmen naar de werktemperatuur en gaat hij beginnen met de print. Komt hij? Nu is hij aan het verwarmen.
begint langzamer, gaat dan steeds sneller. Hij moet van 160 graden naar 218 graden in dit geval. En inmiddels zit hij op 177, dus dat gaat relatief snel. En dan gaat hij beginnen met printen. En dan is de vraag of dat goed gaat natuurlijk. Dat is de ultieme test. En dan blijven we heel eventjes bij om te kijken of het goed gaat. En nu gaat hij beginnen. Het eerste laagje is goed, in elk geval het testlaagje. En nu begint hij met het echte printwerk. Dan gaan we hopen dat we geen problemen meer tegenkomen. Laten we hem even de brim maken. Ik test meestal met een brim, dat is voor de veiligheid, want soms is de hechting toch nog wel een beetje een probleem in zoverre. Het warping is een probleem. Dus ik laat hem heel even lopen. Ondertussen doe ik even het beeldscherm van mijn computer schoonmaken. Toch een paar dingen tegelijk aan het doen zijn. Huh? Zo, die is ook weer schoon. En dan denk ik dat we deze operatie lijkt het goed uitgevoerd hebben. De patiënt is gelukkig niet overleden. Of het steriel was, dat kan ik je niet vertellen. En je zou graag willen dat er in een steriele omgeving geopereerd wordt. Nou, dat kan ik je niet vertellen of dat gebeurd is. Maar alles werkt weer naar behoren, lijkt het. En dat zorgt dus voor het eind van deze video. Ik hoop dat je het desondanks, het was een lastige video om te maken, sommige dingen niet goed in beeld te brengen, toch hoop ik dat je het leuk vond en dat het leerzaam was. Ik zal wat fotootjes van de heatbreak en dat soort dingen in de video verwerken. Tot de volgende keer. Dag.